amateur vrienden opgelet. Nu eerst aandacht voor de wedstrijd OC Pannenkoek tegen Hato Computer Systems. Dat is correct. Dat klopt. En is tevens juist. OC Pannenkoek speelt vandaag in een 1-2-1 opstelling. In het goal staat Eggy. In het hart van de defensie staat Willy de Killy. Daarvoor staan Mayo, Frankie G de Godfather en Steen. Aan de opstelling van Hato zal ik niet veel woorden vuil maken. Ze spelen in een 4-0-0 formatie. Iedereen heeft zich ingegraven voor het goal. Wegens privéomstandigheden kan speler Bono van de OC Pannenkoek niet spelen. Hij helpt met de coaching. We gaan van start. Zo te zien heeft het publiek er zin in en dat gaat zeker ook voor mij. Eggy, dan wordt de bal goed. Steen, gaat de actie aan, gaat er voorbij. Steen schiet. Oei, goede redding van de keeper. Oei, wat een miss hier. Goede redding van Eggy. Goed gefilmd. En rust bij Frankie G, de Godfather. Speelt de bal naar Steen, gaat er weer voorbij. Weer schot. Nee. Oei, en hij haalt een goal nou. Blijkbaar niet. Peter Houtman met de schot op overhoud. Ik denk ik een stijlvol overheen en gaat weer verder met de vatten van het spel. Mayo aan de bal. Mayo. Het lijkt wel alsof hij de bal een foutje heeft. Heeft hij de bal opzij? Oei, goede redding van de keeper van Hato. Het veld ligt er strak gemaaid bij. Niemand struikelt over polletjes. OC Pannenkoek maakt nu een spel. Hallo. Hier staan we bij op. Deze Pannenkoek voetbalt goed en gaat voor de 1-0. Hier komt hij dan, komt hij. Ja hoor. Een goal van Steen. 1-0 voor OC Pannenkoek. Hij schiet ze erin alsof het warme broodjes zijn. De oud-inwoner van Brazilië schopt er deze week al 4 in bij zijn club in Rotterdam. En kreeg nu zijn doelpuntenaantal voor de Leersummers op naar 2. De Wilkies en de Hoos zijn ook weer van de partij. Eggy met de weer uitgooien en die gaat goed toe. Steen weer aan de linkerkant vandoor. Moet hij... Oei. Had hem misschien beter kunnen geven. En Willy de Killy. Willy de Killy met de schot van ver. Oei. En de Pakistan. Oei. Er zit Pannenkoek volop in de aanval. Het beeld van de eerste minuten. Met een goal aan de Mayo en de... Ja, Bono, voorafgaand aan de wedstrijd was er nog een prognose gemaakt waarbij Hato met 5-2 zou winnen. Ik denk dat het niet op de feitelijke waarheid berust. OC Pannenkoek is namelijk heer en meester. Nu komt Hato eruit. Nee hoor, goed werk van verdediger Mayo. En weer de rest. Frankie de Godfather. Willy de Killy. Willy de Killy met de bal goed op Frankie. Frankie houdt, houdt hem bij zich, legt terug op Mayo. Mayo gaat er goed voorbij. Doe de bal weer terug op Frankie G. Frankie G moet de bal voorgeven. Doet dat niet en is de bal kwijt. Willy de Killy. Willy. Willy weer aan de bal. Houdt hem bij zich. Goeie steekbal op Cola met oei. Ja, je had toch verwacht dat hij hem zou maken. De boomlange spits had namelijk een gemiddelde van 1,25 goals per wedstrijd. Mayo. En Frankie G met de schot. Oei. Goed afgepakt door Steen. Steen gaat zelf. Gaat er voorbij. Komt de schot. Weer naar links. Jammer. Terug. Frankie G. Weer een vlammend schot. Oei. Tegen haar. Ja. Peter
Houtman voor Hato. De bal voor Koentje Cola, die er zelf nogal verbaasd over is. De aanvoerder van OC Pannekoek. En dan komt de tweede helft van Dimitri in het veld. Ziet ook coach Bono. Met David Jan natuurlijk het technische duo bij OC Pannekoek. Mijn microfoon had het voorgezien. Hey Tabee! Koentje Cola. Dimi hoor, komt. Dimi aan de bal, Dimi. Oh, wat een actie van Dimi. Mogen we dat in herhaling zien? Nee, Nick de Jee komt door het veld. Door het beeld gelopen. Vrij trap voor OC Pannekoek. Een vlammend schot van Willy de Killy. Komt ie. Oh, daar zal hij nog wel even last van hebben. Koentje Cola met de schot. Goeie actie. Tikken. Dan gaat Hato ineens. Oh god, uit een counter. Is het in één keer 1-1. Veel tegen de verwachting in. En weer Dimitri met een wereldactie. Koentje Cola met schot en goal. Oh. Eindelijk weer 2-1, OC Pannekoek verdient. En nu een keer door, weet je wel. 15 minuten op de klok. Goed schotten van Cola. Hij is blij dan. Peter Houtman met een hakje. En daar gaat hij mee, hè. Oh god. Zijn we er toch weer in getuigd. Steen, op links, gaat naar binnen schieten. Oh. Zonde. Kijk die bomba. Normaal. Wat gaat hij doen? Gaat hij voor de actie? Gaat hij voor het schot? Dan gaat voor het schot. Oei, bijna geen gezien nog. Weer aan de rechterkant van het veld met Mario. Mario is toch wel terug. Willy. Kijk, Mario, gaat hij nu weer voor het schot? Ja, oh! En bijna weer in de rebound, denk ik die. Dan is Mario zelf die rebound naast. Goeie redding hoor van Engie hier. Mario. Voortdurend OC Pannekoek aan de bal, jongens. Goeie bal hier van Mario. Frankie G schiet is. Oei. Koekschop voor OC Pannekoek. Cola gaan we nemen. Oh, Frankie G, ach. Die mag er wel in hoor, jongens. Mario met de actie. Mario is er voorbij. Die bal terug, Koentje Cola. Ah, oh, jammer. Koentje Cola is er. Ja hoor. Oeh, wat een kans weer voor OC Pannekoek. Kom, de 3-2 maken hier dan. Hato. Nee hè. Och, goed gered. Het zal toch niet zo zijn, hè. Koentje Cola. En weer een doorn voor OC Pannekoek. Oh. Mario, wat is er nou aan de hand, jongens? Nog een keer. Thank you, G. Oh. Dan Hato weer eens. Die spaarzame aanval. Dan gaat Mario er vandoor aan de rechterkant van het veld. Mario, wat gaat hij doen? Gaat weer voor het schot en nog. Weer een redding van Michel Bouwman. Mario met een goede actie nu. Koentje Cola. Weer een goal van OC Pannekoek. Voor de zoveelste keer. Dringen goed aan. Gaan voor die goal. Maar hij wilt er maar niet in. Mario weer. Bekende acties. Steen. Bal. Koentje Cola. Bal kwijt. En dan gaat Hato er vandoor. Nee, het is Stijn die goed oplet. En toch weer Hato. Overtreding. Gaat Willy de Kelly die neemt. Oeh. Het is toch onvoorstelbaar dat het nog steeds gelijk is, jongens. Mario weer met de schot. Weer net naast. Wat een kansen. Steen er weer vandoor. Steen. Nou, doe het nu eens. Nee. In de laatste minuut. Yo, Hato. Goeie redding hoor van Eggy. En nu nou al wat slechte paas. Steen, ga. Willy. Scheids. Afgesloten helaas.
blijft bij een 2-2 hier in Amongen. Beide ploegen schieten er weinig mee op. Eens kijken wat de reacties zijn na afloop van de wedstrijd. Terug naar de studio, terug naar Tom Egbers. Oeh, een hozie. Twee hozies. En ze zijn pleiten. Helaas, het moet niet zo zijn voor Oostzee-Pannenkoek. 4 punten uit 4 wedstrijden. Wat is nu de... Gaan jullie nog voor de top 3 of wat? Nou ja, we gaan alles op ballen zetten natuurlijk. En we hebben een goed trainingskamp en goede trainers. Dus nou ja, zoals Dimi vandaag. Nou, uit, echt ja, goed, goed gespeeld vandaag. Ja, ik vond het... Ik vond het een goede man vandaag. Vertel nog even over jouw mooie actie in de wedstrijd. We kunnen hier terugkijken. Zeg maar wat je doet. Ja, ik had gewoon de bal bij de lijn en deed gewoon tot op de bal. Hoppa. Dat ziet de camera niet. Oh. De bal zo en dan achter. En wat is nu het plan? Nou ja, vandaag even rust natuurlijk. Morgen ook even en dan gaan we weer kei tegenaan. En ja, over 2 weken dan gaan we kijken wat het gaat worden. Ga je nog hoosjes neermaken vanavond? Uiteraard. Ja, ja, nou, bijna. Zak in.